Welkom bij HHC TV. Mede mogelijk gemaakt door Rent & Go. Altijd een geschikte huurwagen voor iedere mobiliteitsbehoefte. En Studio 28 videoproducties. Verhalen vertellen via beeld. Hey, we zijn van HHC. Oh, 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 oh. Samen maken we HHC. Sargon Gurie, gefeliciteerd. Hoe is dat, winnen van je oude ploeg? Ja, het is je oude ploeg, hè, dus winnen is altijd wel fijn. Alleen, ik wil altijd winnen met mooi voetbal, hè, met oogstrillend voetbal. Op dit moment zit dat voor ons niet in, dus wat dat betreft ben ik in ieder geval blij over de uitslag. Want ja, zo wordt het in ieder geval een beetje spannend voor iedereen bovenin. Volgens mij staan er 5 of 6 ploegen heel kort op elkaar. Dus wat dat betreft is onze overwinning voor ons heel belangrijk. Ja, eigenlijk rondom jouw persoon wordt heel veel gesproken. Ja, je begint er al een beetje te glimlachen. SVZW zou belangstelling voor je hebben. €50.000 moest dan betaald worden om jouw contract af te kopen. Is dat zo? Ja, dat begrepen wij. Ik heb daar niks van meegekregen. Maar goed, als dat zo is, dan zou ik wel een heel dure jongen zijn. Ja, dat ben je denk ik ook, maar dat maakt niet uit. Maar wil je hier weg? Nou, ik heb nog een contract, dus volgens mij moet je gewoon je contract uitdienen. Ja, maar als je weg mag, dan hoeft dat niet per se. Nee, als je weg mag, dan hoeft dat niet per se. Maar goed, ik heb nog een contract, dus wat dat betreft zit ik hier nog. Maar zou je weg willen? Dat is een andere vraag. Dat ligt ook hoe mijn werk zit. Kijk, als ik te lang moet reizen, ja, dan natuurlijk wil je dan voor jezelf kiezen. Dat je dan denkt van, goh, laat ik maar wat minder uren maken, zodat ik meer thuis kan zijn met de familie. Ja, wil je weg. Kijk, als ik met mijn werk iets kan regelen, dan hoef ik niet weg. Maar heb je het naar je zin hier? Want daar werd ook wel een beetje over gefluisterd. Van, nou, hij vindt het niet zo leuk meer hier. Nou, het klopt dat ik weinig plezier heb. Dat komt ook gewoon omdat ik ben heel iets anders gewend. Ik vind het gewoon niet kunnen hoe het op deze manier gaat bij Spakenburg. Kijk, het is een grote club. Alleen, ik vind altijd dat voetbal voorop moet staan. En wat daar buiten omheen gebeurt, dat moeten ze allemaal zelf weten. Daar gaan wij niet over. Maar goed, het heeft impact op de groep en dat mag nooit gebeuren. Kijk, we zijn geen profclub. Dus daar mag ook wel rekening mee gehouden. En ja, volgens mij is het belangrijkste dat je plezier hebt in wat je doet. En zonder plezier zijn er ook geen prestaties. In ieder geval, dat is mijn mening. En op die manier, ja, dat is gewoon zo simpel zat. Maar je zegt, ik heb het niet zo naar me zien, de manier waarop het hier gaat. Wat bedoel je dan precies? Nou, ik vind dat wij als ploeg zijn, dat wij niet voor elkaar door het vuur willen gaan. Op deze wedstrijd na. En misschien nog een paar andere, maar... Ja, kijk, je hebt zoveel goede voetballers. En dat is altijd lastig om daar een echt hecht team van te kneden. Alleen, we zeggen ook elke week weer tegen elkaar, we hebben praatsessies gehad en noem maar op. Als wij voor elkaar willen werken, extra meers voor elkaar willen maken. Kijk, de een die gaat meer, die loopt meer dan de andere. En die andere moet aanvallend meer laten zien. En daar word je afgerekend. En als de balans daar niet goed in is, dan gaat iedereen zich aan elkaar irriteren. Kijk, ik ben ook niet iemand die de hardste werker is. Maar voorin moet ik het verschil proberen te maken. Alleen op het moment dat het niet gaat, dan ga je jezelf ook irriteren. Kijk, ik ben niet naar Spakenburg gekomen om alleen maar continu achter mijn man aan te lopen en te verdedigen en noem maar op. Ik wil gewoon lekker voetballen. En dat heb ik bij Harderwijk gedaan, heb ik de 2 jaar daarvoor ook bij Spakenburg gedaan. En de clubs die ik daarvoor heb gehad, heb ik allemaal gewoon plezier gehad. Dus dat is het enige wat mij een beetje mee soort. Stel Marcel Groningen zou bellen, zou je dan zeggen? Van, Sargon, kom maar weer terug. Filip Ties die komt namelijk naar Spakenburg. We hebben op die plek nog een iemand nodig. Marcel die heeft wel eens gebeld, joh. Maar het gaat er voornamelijk over voetbal. Maar goed, ja. Het zal wel een leuke rol zijn, hè? Kijk, iedereen is met zijn eigen club bezig. Het is nu al bijna april. Mocht er iets nog aan gebeuren wat ik haast niet meer verwacht. Dan zullen we zomaar zien wat het gaat worden, maar... Op dit moment ben ik nog gewoon speler van Spakenburg en ik heb nog een contract voor een jaar. En mocht ik hier blijven, dan dien ik mijn contract gewoon uit, zo simpel is het. En wat daarna gebeurt, dat zien we volgend jaar weer. Mijn gevoel zegt toch, zullen we er een flesje wijn op zetten dat jij volgend jaar weer in Overijssel voetbalt? Nou ja, als dat zou kloppen, dan krijg je even mijn flesje wijn. En anders krijg ik van jou. En ik drink geen wijn, maar is goed, geen probleem. HHC TV werd mede mogelijk gemaakt door Rent & Go. Altijd een geschikte huurwagen voor iedere mobiliteitsbehoefte. En Studio 28 videoproducties. Verhalen vertellen via beeld. Hey, we zijn van HHC. Oh, 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 oh. Samen maken we HHC.